Darmkankerpatiënten die sporten voor een operatie. Dat lijkt misschien vreemd, maar in het Elkeliek ziekenhuis in Helmond is het intussen de gewoonste zaak ter wereld. Heel goed. Ja, ik keek eerst wel even vreemd op hoor, toen de verpleegkundig specialist zei dat ik eerst moest gaan sporten ter voorbereiding op de operatie. Ja, het liefst wilde ik natuurlijk zo snel mogelijk onder het mes, want ja, die tumor die moet eruit, dacht ik. En ja, sporten deed ik eigenlijk niet. Ik maakte mezelf altijd wijs dat ik daar te oud voor was. Ja, wel laat ik elke dag de hond uit en in de zomer stap ik ook heel graag op de elektrische fiets. Dus ik deed wel wat, maar de verpleegkundig specialist die overtuigde mij ervan dat het beter was om fitter te worden. En dat kon ze ook aantonen met onderzoek bij andere patiënten. Dus daar, ja, daar vertrouwde ik op. Darmkanker is een heftige ziekte. Een operatie is vergelijkbaar met het lopen van een marathon. Reden voor ons om patiënten zowel fysiek als mentaal in een goede conditie te brengen. Sinds 2019 krijgen mensen met de diagnose darmkanker in het Elkeliek eerst een programma van 4 tot 6 weken aangeboden waarin ze conditie- en krachttraining krijgen, advies over gezonde voeding en leefstijl, zoals roken, en zij krijgen mentale ondersteuning aangeboden. Klinkt heel logisch, maar voor een patiënt voelt het toch een tikje ongemakkelijk. Doorgaans willen mensen met deze diagnose immers maar één ding: die tumor er zo snel mogelijk uit laten halen. En dat is heel begrijpelijk. Maar we weten dat een darmtumor langzaam groeit. De termijn voor een ingreep is 6 weken. En dat is echt een veilige termijn. En juist die periode zijn wij gaan benutten om patiënten te ondersteunen bij het fit worden voor een grote operatie. Want weet je, 50% van de grote darmoperaties gaat gepaard met complicaties. En we weten ook dat de conditie van de patiënt na zo'n operatie drastisch vermindert. We weten dat mensen die fit de operatie ingaan, ook fitter uit de operatie komen. Maar helaas is de gemiddelde Nederlandse patiënt die moet worden geopereerd voor darmkanker niet zo fit. En dat is vaak een optelsom van de leeftijd en leefstijl, waarbij overgewicht, te weinig beweging, ongezonde voeding, roken en alcohol een belangrijke rol spelen. Uit onderzoek blijkt dat 4 tot 6 weken voldoende is om patiënten fitter te krijgen en dat leidt tot een sneller herstel en een sterke afname van ernstige complicaties. Ja, dat sporten, dat was wel even pittig hoor, maar het was ook fijn. Ik ging 3 keer in de week en al na 1 week voelde ik me een stuk beter. En ja, dat stimuleert dan om verder te gaan. En ik werd daarbij gecoacht door de fysiotherapeut. En de diëtist die gaf het advies om voldoende eiwitten te eten. En dat heb ik ook gedaan. Ja, 10 jaar geleden is mijn vrouw overleden. En ja, als je dan zelf ziek bent, dan komt er best veel weer naar boven. En ik heb daar fijne gesprekken over gehad met geestelijk verzorger en met lotgenoten. En dat heeft me echt geholpen om alles zeg maar steeds beter een plekje te geven. Ik had ook heel sterk het gevoel dat ik invloed kon uitoefenen op het verloop van de operatie en op hoe ik zou herstellen. Ja, daarom heb ik extra mijn best gedaan en ja, eerlijk gezegd voelde dat erg goed. Hoe werkt het dan in de praktijk? Na de diagnose maken darmkankerpatiënten samen met het begeleidend team een persoonlijk behandelplan om fit de operatie in te gaan. Daarin staat bijvoorbeeld dat er 3 keer per week wordt gesport. Maar uiteraard doen we dat niet zomaar. Eerst wordt standaard de fysieke belastbaarheid van patiënten gemeten. Een enkeling is fysiek hoog belastbaar. Dat zijn degenen die in het dagelijks leven veel sporten. Maar de meeste patiënten van 60 of 70 jaar, die doen dat niet. Wanneer een patiënt in een zeer slechte conditie is of bijvoorbeeld problemen aan hart of longen heeft, dan beoordeelt de sportarts vooraf of sporten veilig en verantwoord is en of we met sporten ook werkelijk verbetering kunnen verwachten. Het behandelplan omvat meer dan sporten alleen. Ook voeding speelt een rol. Voeding is een belangrijk onderdeel van de prehabilitatie. Een goede voedingstoestand leidt tot een sneller herstel na een operatie. Op het gebied van voeding is het belangrijk om voldoende reserves te hebben.
Dit betekent niet alleen een gezond gewicht, maar ook conditie en spiermassa behouden wordt. Om reserves goed aangevuld te houden en om spiermassa te behouden, heeft het lichaam op dit moment een verhoogde energie- en eiwitbehoefte. Er zijn groepsbijeenkomsten met een geestelijk verzorger voor mentale begeleiding. Hierbij zijn ook de partners welkom. Er kan veel op patiënten en hun omgeving afkomen. In de groep worden ervaringen uitgewisseld hoe men hiermee om kan gaan. En deze bijeenkomst is geen behandeling of verplichte activiteit, wel een ondersteuning. Met de geestelijke verzorging en de lotgenoten praatte ik over het verdriet dat ik even niet meer op mijn kleinkinderen kon passen. Dat vond ik zo zielig. En met mijn man en mijn kinderen, daar kon ik ook goed mee praten hoor. Maar mensen die dezelfde diagnose kregen, die begrijpen vaak echt hoe ik me voel. Lichamelijk en geestelijk was het wel makkelijk natuurlijk dat ik die verzorging en die lotgenoten had. Ja, en het lukte. Ik voelde me fitter dan dat ik me het hele jaar had gevoeld. Ik ging met alle vertrouwen de operatie in. Als het programma na 6 weken is afgerond, is het effect overduidelijk. We zien dat patiënten korter in het ziekenhuis hoeven te liggen voor herstel na de operatie. Voor de patiënten is het fijn. Zij willen het liefst zo snel mogelijk in hun eigen omgeving herstellen. Ja, nu ga ik nog steeds 2 keer in de week naar de sportschool. En ik had nooit gedacht dat ik hier op mijn leeftijd ooit zou komen. En ik neem vaker de fiets in plaats van de auto. Ik heb echt ervaren dat ik me beter voel als ik gezond eet en voldoende beweeg. En ja, dat inzicht heeft mijn leven echt wel veranderd. Ik kreeg alleen mentaal na de operatie wel een dip. Want ja, ik had nooit iets gevoeld toen ik de diagnose darmkanker kreeg. En ja, daarna heb ik best wel tijd nodig gehad om weer vertrouwen in mijn lijf te krijgen. En na de opname heb ik daarvoor gesprekken gehad met de geestelijk verzorger. En bij een van die gesprekken was ook mijn dochter aanwezig. En ja, dat was wel heel waardevol voor mij. Ja. Het programma loopt nu een aantal jaar en blijkt succesvol. Mooie bijvangst is dat patiënten na de behandeling hun gezondere leefstijl vaak vasthouden. Hiermee worden gelijk risicofactoren voor andere leefstijlgerelateerde ziektes verminderd. Onderzoek laat zien dat het programma echt groot effect heeft. Maar meer nog laten onze patiënten dat dagelijks zien. Zij zijn zowel voor als na de behandeling meer betrokken en krijgen met deze aanpak zelf een stukje regie over hun eigen herstel. Ze hebben daar echt invloed op. En dat is heel waardevol. We pakken darmkanker zo samen aan.